Mevrouw Verdere, u hebt geen interrupties meer helaas. U hebt al een tweede termijn uiteraard. Mevrouw Pot. Ja, voorzitter, we hebben 2 weken mogen wachten op de plannen van BBB. En wat staat er dan in? Een nieuwe derogatievraag, ja, dat is een soort hoop op een wonder. Gedoogbeleid in het leven roepen, dat is eigenlijk gewoon een oproep om de wet te overtreden. En ik moet echt zeggen, voorzitter, ik vind het gewoon, het is bijna gewoon een beetje gevaarlijk. Het is gewoon echt, je kunt dit, het werd 2 weken geleden werd het ook gelinkt aan, het lijkt een beetje op keihard afrijden op een muur. Een muur van generieke kortingen, van koude sanering, van omvallen gewoon van heel veel boeren. Hoe kan de boer-burgerbeweging nou met droge ogen dat boer in hun naam noemen als je zeg maar op deze manier, dat is toch geen, het is geen serieus plan. Dit kan toch niemand serieus nemen? En dat was ook uw laatste interruptie, bijvoorbeeld. Meneer Pierik. Ja, voorzitter. De BBB die is altijd voor uitlegbaarheid en de menselijke maat. En als het gaat om uitlegbaarheid, dan moeten we, ik heb dat aangegeven in mijn betoog, dan moeten we toch ook rekening houden met wat er uit wetenschappelijke rapporten blijkt. En het is gewoon een feit dat, als het gaat om grasland, dat de opnamecapaciteit van stikstof veel groter is dan die 170 kilo uit dierlijke mest. En zo zijn er heel veel feitelijkheden waarvan je kan concluderen dat die inzetbaar moeten zijn om ook het verhaal bij de Nederlandse boer weer uitlegbaar te krijgen. Afbouw van derogatie, minder dierlijke mest gebruiken, meer kunstmest gebruiken. Ik kan het een boer niet uitleggen. En zo zijn er veel meer dingen die we in ons plan hebben staan en waarvan zeggen, nou kijk, dat is even voor de korte termijn. We hebben natuurlijk ook langere termijn maatregelen. En als het gaat om het op langere termijn oplossen van de mestcrisis, dan wil ik ook doorverwijzen naar de formatietafel. Want daar wordt natuurlijk ook over deze dingen gesproken. Mevrouw Boumet. Ja, voorzitter, in het plan staat ook dat de BBB vindt dat de lege opslagtanks in havengebieden gebruikt moeten worden voor opslag van mest. Waar staan die lege opslagtanks en hoeveel mest kan daarin? Meneer Pierik, succes ermee. Dank u wel, voorzitter. Ja, nou goed, we hebben daar contact over gehad met wat mensen die de sector goed kennen. En dat zijn enorme grote opslagruimtes. En op dit moment zijn we bezig om te onderzoeken of dat ook inpasbaar is in het gehele plan. Maar los van die opslagcapaciteit hebben we natuurlijk ook gekeken naar de opslagcapaciteit die er is in bestaande stallen en in opslagcapaciteit bij boeren die stoppen. Daar willen we dan ook, daarvan zeggen we ook van, ja, die zou ook een, maar het zijn inderdaad allemaal pleistertjes die kunnen helpen om die acute crisis in de mest, in de mestwereld op dit moment het hoofd te kunnen bieden. Maar het is niet één pleistertje. Je hebt echt heel veel dingen nodig en je hebt ook Brussel nodig. Dat is heel duidelijk. Meneer Pierik, je kunt verder gaan. Meneer Ginders? Ja, toch een klein vraagje, voorzitter. Want ik bemerk licht andere aanvliegroute bij BBB dan bij enkele andere fracties in dit huis, zoals NSC en VVD. En ik was wel benieuwd hoe de BBB deze aanvliegroute wil materialiseren. Want tot nu toe is er brede steun voor de sectoraanpak die is gepresenteerd. Voor het plan van aanpak van de minister. En dus van go, go, go. Want er is geen moment te verliezen. Want de mestcrisis is te groot. Meneer Pierik. Nou ja, voorzitter. De BBB die wil het zo breed mogelijk aanpakken en die ziet dus alle mogelijkheden die ertoe leiden om die mestcrisis het hoofd te bieden, die moet je goed analyseren, goed op tafel leggen. En dan zien wij als BBB veel minder in het in opkoopregelingen, omdat we veel meer van dat geld zouden willen gebruiken in de hele transitie in de landbouw en ook in innovaties die volop op het plank liggen. Binnenkort hebben we een ronde tafelgesprek over innovaties in de veehouderij. Er zitten een aantal van die innovaties tussen die echt serieus kunnen helpen. Maar dat is niet morgen, maar op termijn kunnen helpen om die crisis in de mestsector op te kunnen lossen. Meneer Gennis. Ja, voorzitter. De heer Pierik zegt er is zoveel nodig, want de mestcrisis is gigantisch. Dat ben ik geheel met de heer Pierik eens. Dus is er naast de maatregelen die meneer Pierik vanochtend heeft voorgesteld en die misschien een paar kuub mest weg kunnen werken, is dus ook de aanpak van de sector nodig en de aanpak van minister Adema die op verzoek van de Kamer is geleverd. Moet het allemaal inderdaad gebeuren? Steunt de BBB dat? Meneer Pierik. Voorzitter, moet het allemaal gebeuren?
uiteindelijk dan worden er ook in dit debat allerlei suggesties gedaan, ook in de richting van de minister, om te kijken van hoe we die mestcrisis het beste kunnen bezweren. En het is wat mij betreft aan de minister om straks met een nieuw voorstel te komen om te kijken van hoe we dat het beste handen en voeten kunnen geven. Meneer Kremers? Ja, voorzitter. Maar dit is toch zo'n afwachtende houding. Ik bedoel, tussen nu en anderhalf jaar zijn we op die muur afgereden. Als er niks gebeurt, gaat het over 650.000 koeien van de 1,9 miljoen die er zijn. Dan is dit toch een soort van, ja, we moeten het erover hebben, we moeten het bestuderen. Deze maatregel zou misschien kunnen, die maatregel zou misschien kunnen. Terwijl op dit moment bedrijven kopje onder gaan. Mevrouw Verder zei het al treffend. De koude sanering is niet morgen of overmorgen, maar is nu gaande. En wat is dan de oplossing van BBB? Je hebt hier namelijk één interruptie, meneer Pierik. Ja, voorzitter. Ik denk dat ik in herhaling moet vallen. Ik bedoel, die koude sanering willen we koste wat het kost voorkomen. En dat betekent dus dat we naast de dingen die we in Nederland kunnen doen, dat we ook naar Brussel toe moeten en zeggen, luisteren, we hebben in Nederland te maken met de mestcrisis die verder in Europa niet zo'n groot omvang heeft. En wij hebben in Nederland op basis van wetenschappelijke rapporten ook heel duidelijk inzichten over hoe Brussel kan helpen om die mestcrisis op te lossen. En ik denk dat er in Brussel, gisteravond hoorde ik Annie Schreyer-Pierik nog even voor de televisie, en die gaf ook aan dat er in Brussel wel wat mogelijkheden zijn.